RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Ah, dat zegt dit bloemetje. Daarom is dit bloemetje voor jou. Had eigenlijk best een lang intro, hè? Ja, mooi. De kinderen iedere keer werken niet. Een minuut lang van. Heerlijk, heerlijk. Oorskeun bij u in de studio. Ik ben twee gasten op dit moment. Leuk is dat. Leuk dat je hem er binnen volk je. Van harte welkom bij u in de studio. En wie haast mij nou? Mijn Jan. Ach, zo Jan. Ja, er is wat speciaals, hè? Ja. En, want we hebben een prachtig boeket. Die hebben we al van tevoren al een beetje zinlitten op Facebook gezien. Okay. En die mij ergens in en door haast die een opjoen. Want ik dacht, dat filmpje ervoor. En ik weet precies iemand die dit broeken kent. Ja. Nou, maar dus heeft mij namelijk. Had u net in spanning? Ja. Nou, dat is mijn heid. Andries Wiegersma. En die had ze eind februari had ze die omgereden met de auto. Net mij opzet, maar ja. Wie net een lesauto, hè? Nee, het wie net een lesauto. Nee, nee. Heb je even een check voor uzelf? Ja, nee. Er is iemand die had me over de hals, jongen. En, ja, echt over de hals? Ja, dat ken ik in de lesauto. Hij heeft 20 haaien in de fietstas. En hij ziet het meer hoe zijn haaien in mijn bek door zijn knibbel zitten. Nee. Ja. Want dat is net goed met de knibbel. Het is net goed met de knibbel. Ik heb een haaien, maar... Nee. En hoe is het nou bij hem dan? Hij is mijn vader een week eerder geholpen aan de knibbel. Hij had een kijkoperatie dienen en... Het leek het nou wat beter, maar ja, als je op zand geweest bent, na je week is het fjouwere zand geworden. Zo. Ja, dan wordt het nooit weer. Ja, omkomen de 10e, 4 juli. Dan, maar dan wordt het nooit weer dat het is. En ja, hier wie heel vitaal en nou. Ja, iets dus minder. Is iets minder. Iets minder. Nou, we gaan het zelf bezien, want Gaatse is voor u op locatie. Die stond er ergens in de bosjes misschien wel weer. Gaatse, waar stond op dit moment? Vertel eens. Ja, dit keer net in de bosjes, maar we zijn mooi netjes op een stoep. Ik denk, maar mijn netjes halen deze keer. Ja, heel goed. Heel goed, hè. En ja, zo langzamerhand leer ik er wel een beetje van elke keer, hè. Maar we keuren nou langzamerhand naar het Hoorsta dus. Niskes hebben we er al verteld, kwam mij de bus natuurlijk. En dus hebben we Joheid al steen in de kamer. Dus hier is natuurlijk thuis. Ook gelukkig. Oh, mooi. Ja, dat is echt handig. Hier moet je het tegen. Al je meesten gaan je Niskes al verder glazen. En dan ga ik zeggen, nee, het bonk is net voor je. Maar op Jan Ken. Poppelen, ja, mailen. Op Jan Ken, net mailen, hè? Ja, mailen. Ja, gewoon het zomerradio. Ja. We zijn er bijna. Ik heb het beste vlaggenwacht erom. Maak het niet uit. Oerl welkom. Ja, Oerl welkom. Oh, ja. Dat valt het aan. We hadden het meest van doorbellen, dus die worden dan wel jaren. Ja, nou, er staat een fiets, dus misschien heb ik nog een visite. Ik zet het even zien. Ja, ik doe het bonk omheen. De hele keer zit vol. Nee, valt dat. Andries en Dirkje Wiegersma. Nou, ding dong. Ik bel jongen. Ik kom gewoon beet. Doek. Ja, dat doe ik wat hier. Misschien even. Daar maak je even hinnen. Ja, goeiedag. Meneer, ik ga je, Josje, misschien wel een camera bij me en een heel mooi blomke. Want er is iemand die je opjoen had van het blomke van RTV NOF. Dan drinken we elke week een blomke uit van iemand die dat verzinnet. En Jo, verzin je een blomke? Oh, geweldig. Ja. Want Jo ha een liedzonglokje gewoon, begin dit hier. En wat is er gebeurd? Kan je me vertellen? Ik was op Keppelstraat en toen had een vrouw die riep achterop mij, op een fiets. Ja? Nou, toen lag ik onder de fiets en de auto's die op een fiets. Och, ja. Nou, en daar had ik een hele dikke knibbel van overhouden. Ja. Nou, en dat ik 10 dagen alleen ben ik er doen geholpen met een kijkoperatie. Ja? Nou, daar is het aardig beter van worden. Het is nog net hoe het is, nog met 10 dagen alleen. Maar nee, dat is op zich hakker een schoffen mee zetten. Draaien maand. Ja, maand, dat is heel schok. En hier, dat was ik nog voor mijn aai en heb ik niks gezien wat je hebt. Ja, ik ga vogeltjes. En die moest de meisje het kracht voor zelf kleren. Ja. Dat ik hier 30 aaien op halen. En die moest ik echt naar broeken. Ja. En toen zei ik ze die vrouw, door mag ze me thuis brengen, in een auto. En ik zei, bij de oren vrouw die koe ik en die had de fiets even naar huis maar gebracht. Juist. Al je keurig geregeld, maar ja, daar zit je maar de voet. Maar ja, op zich is het goed gelukkig gebeurd. Ja. En ik ben eigenlijk ook het wichtigste nou, maar het de held is steken hier en de oren held had ik broekt. En die oren held die steken wie? Die had een vrouw een cake van bakt en ik nog lekker genieten. Heerlijk. Gaatse. Ja. Is er nog wat oer? Ja, is er nog wat oer steeds in de studio? Nee, maar had je enig idee, natuurlijk, Ian had je opjoen. Had je enig idee wat je opjoen had? Ik had geen idee wie het mij opjoen had, nee. Dat is een dokter. Ja.
Valkje. Ja, die zit nu live in de studio in de Westdreem bij RTV NOS. Alsjeblieft. En die had een mooi verhaal in. En die zei: Minheid, vind je het een blomke? Nou, ik vind het geweldig. Sjozo, een heel mooi boeketje van Jelde daar uit de Westdreem. Heel hartelijk dank. Ja. En mijn dochter bij deze zeg heel hartelijk dank. Ja, en heel soort beddenskip met een knibbel. Dank je. Dat mag jou opknappen, maar. RTV NOS. Zomerradio. Zomerradio.